We gaan hem even testen. Ik heb ook nog een superleuke tip voor jullie. En daar heb ik deze voor nodig. Oké, het wordt tijd om deze hack te gaan testen. Hoi, en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video op het YouTube kanaal van de Action. Mijn naam is Floor en je kan me misschien kennen van mijn eigen YouTube kanaal Floor Delver. Vandaag heb ik een mega leuke video voor jullie. Althans, dat vind ik. Ik ga namelijk het huis, of in ieder geval de woonkamer en mijn eigen slaapkamer, helemaal schoonmaken. Ik heb dus een Action schoonmaakvideo voor jullie en niet zomaar eentje, namelijk een herfst schoonmaakvideo. Het is dus echt super, super grauw buiten. Waarschijnlijk is dat ook te zien op beeld. Maar ik vind het wel gezellig, weet je wel, dat regent. Dat tegen de ramen aantikt. Ondertussen lekker je huis van kant maken en schoonmaken. Helemaal zin in. Helemaal cozy. Het past bij mij. Heb je zin in deze video? Doe dan even dat duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren op het YouTube kanaal van de Action. En dan ga ik snel laten zien wat ik allemaal heb gekocht bij de Action. Ik heb als allereerst deze mega stofzuiger gehad. Van Tristar. En ik zag dat al een paar keer voorbij komen. En ik dacht, dit moet ik testen. Hij is namelijk draadloos. Dus zonder snoer of stekker. Ja, ik vind dat wel echt ideaal werken. Maar je hebt dus twee standen. Een lange stand en een dus wat kleiner formaatje. Dus die heb ik gehad. En ik ben heel benieuwd of die goed, ja, werkt. En de stofzuiger die kost 60 euro. Dan heb ik nog van die microvezeldoekjes in deze kleurtjes. Altijd handig. En je hebt dus 4 doekjes voor 99 cent. Dan heb ik nog een textielverfrisser meegenomen voor 1,39 euro. Dit kun je dus op textiel sprayen en dan krijgt het een lekkere geur. Dus die. Voor 1,69 euro deze diffuser met stokjes erin in de geur limoen. Dan voor 1,85 euro deze spray voor roestvrij staal. Dat is heel erg handig bij ons voor in de keuken. Dus die. Ik heb nog een ontkalker meegenomen voor in de waterkoker. Hier ga ik nog even een leuke hack mee laten zien. Life hack. Dus kijk zeker in de video. Dus die ga ik vandaag gebruiken. Dan misschien nog wel het allerleukste item van dit allemaal. Love it. Ik heb namelijk een handzeep meegenomen. Ik bedoel, ja, we moeten onszelf daarna ook wel goed schoonhouden en onze handen wassen. En dit is in de geur Sweater Weather. Dit is echt geweldig. En deze die kost 99 cent. Dan heb ik nog vochtige glasdoekjes meegenomen voor 75 cent. Dit is echt altijd handig voor je spiegel bijvoorbeeld. Ik heb ook nog een superleuke tip voor jullie, maar dat ga ik ook in de video vertellen. En daar heb ik deze voor nodig. Dit is de Pumpkin Spice geurolie. Mega lekker. En die kost maar 99 cent. En dan nog iets wat niet per se met deze video te maken heeft. Maar wat ik gewoon echt even moet laten zien. Namelijk voor 1,29 euro deze Pumpkin Shower Gel. Ik zag dit en ik dacht, deze moet ik meenemen. In het kader van schoonmaken hoort dit wel een beetje bij jezelf schoonmaken. Oké, het is tijd voor de grote schoonmaak. Dan heb ik hier alles nog liggen, behalve de stofzuiger. Maar ik heb deze dus ook van de Action, maar die had ik dus al. Dit kun je gebruiken om letterlijk alles mee schoon te maken. Dat is echt super handig. En die heb je dus ook in een blauwe variant, de Glass and Window Cleaner. Dus laten we snel beginnen. Oké, de keuken is eigenlijk al echt perfect schoon nu. Maar ik dacht, misschien kan ik deze doekjes gebruiken voor het gasfornuis. Dus die ga ik nu schoonmaken. En deze doekjes, ik ben heel erg benieuwd. Oké, deze doekjes voor je fornuis schoonmaken werkt echt verbazingwekkend goed. Echt heel chill en heel snel. Nou, de stofzuiger die klik je dus echt mega makkelijk hier zo helemaal in elkaar. En dan heb je zo'n snoertje en dan kun je hem dus gewoon opladen. Dus hij is nu aan het opladen en dan kan ik, als het goed is, straks het hele huis lekker stofzuigen. Het ziet er in ieder geval goed uit. Hey, ben je ook wakker?
Lief. Oké, het wordt tijd om deze hack te gaan testen. Dit doe ik dus met 500 ml water in de waterkoker. En dit is 250 ml. Dus ik ga hiervan de helft in de waterkoker doen. En dan doe ik er dus nog 500 ml water bij om het te verdunnen. En dan gaat dus het kalk weg uit je waterkoker. Dus ik ben heel erg benieuwd. Even kijken, dit is de waterkoker die wij hebben. En zo ziet hij er van binnen uit. Zoals je kan zien zit er wel kalk in. Dus ik ben echt heel benieuwd of het gaat werken. Dus dit is before. Oké, dat ziet er dan zo uit. Dit moet je 5 tot 10 minuten laten intrekken. Dus dat ga ik doen. En dan ga ik het op het einde nog even koken. En dan spoel ik het weg. Nou, dan kom ik aan bij mijn kamer en die kan ook zeker een opruim- en schoonmaakbeurtje gebruiken. Nou, echt sokken, alles ligt hier. Mijn bedden, kussens, dingen, mokken. En dan hebben we ook nog hier op de gang het een en ander van een weekendje weg, dozen. Dus ja, dit gaan we ook even helemaal schoonmaken en opruimen. Oké, alles is mooi schoongemaakt. Dit ook. En dit. En dan gaan we nu door naar de gang. Tadaa, alles is weer lekker opgeruimd. Oké, de stofzuiger is eindelijk opgeladen. Dus we gaan hem even testen. Yes. Wat mijn tip dus is om wat olie op de onderkant van de stofzuiger te doen. Dus ik ga daar wat pumpkin spice olie op druppelen. Niet te veel, maar dan als je stofzuigt, dan stofzuig je deze hele geur door de kamer. Dat is echt mega lekker. En dit is ook echt een herfstgeur. En dan is het tijd voor deze handzweep. Want ik ben klaar met schoonmaken, dus ga ik even lekker mijn handen schoonmaken. Ik ben heel benieuwd naar de geur. Oké, de handzeep die is goedgekeurd. Ruikt heel lekker. Ik ben heel erg benieuwd naar de waterkoker. Die heeft net aangestaan met het spul. Dus ik ga dit nu weggieten en dan gaan we kijken of het heeft gewerkt. Oh my god, dit is niet normaal. Ik hoop dat het op beeld goed overkomt. Oh my god. Het is helemaal schoon. Het glimt gewoon. Zo, en dan was dit alweer de video. Ik hoop dat jij hem leuk vond. Ik vond het oprecht even lekker ontspannend om te doen. En ik hoop dat jij lekker veel inspiratie hebt gekregen om fris het najaar te gaan beginnen. Of nou ja, we zijn eigenlijk al begonnen, want het is al herfst. Maar ja, een beetje herfst schoonmaken kan nooit kwaad. Dus heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. En vergeet je dus niet te abonneren op het kanaal van Action. Doei doei!